De Women in Business Suriname, WBS, heeft vanmorgen het project Sustainable Entrepreneurship Education Program gelanceerd. Dit project heeft als doel ondernemers praktisch te trainen in hoe een succesvolle onderneming te starten. Het project wordt door de Coca-Cola Foundation gefinancierd. Volgens Marion Stekkel, voorzitter Women in Business Suriname, is het een bijzonder moment voor de organisatie omdat zij al jaren vrouwelijke ondernemerschap ondersteunt en stimuleert. Het is goedgekeurd, ons project. En we hebben ze direct gebeld van het project is goedgekeurd, dus we gaan direct starten. En mensen waren helemaal blij. Dus kijk, we zijn al jaren bezig projecten uit te voeren om ondernemerschap te stimuleren en te bevorderen in het land. Omdat we weten dat elke kleine ondernemer, als zij informeel bezig zijn, dus ze zijn ingeschreven, ze hier wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de economie van dit land. Daar zijn we allemaal van overtuigd. En dit is het moment dat wij dit kunnen uitvoeren. Om die groep de nodige skills aan te reiken, omdat ondernemerschap een vak is. Je kan je talenten hebben, je kan je product vervaardigen, maar wanneer je weet wat, hoe en wanneer je bepaalde dingen moet doen, dan ben je succesvoller. Vandaar dat wij geloven in ondernemerschap, educatie. Volgens Brian Renten, directeur van Fernandez Bottling Company, wereldwijd sponsort de foundation verschillende projecten die gericht zijn op vrouwelijke versterking, educatie en jongeren en op het gebied van sport. Vandaar Fernandez de Women in Business heeft benaderd om een project te schrijven omdat hun project past binnen het beleid van de foundation, zegt Renten. Wij geloven erin dat vrouwen een belangrijke speel zijn in de economie. En als je de zelfverzekerdheid en de kennis en de competentie van vrouwen vergroot, zal dat een positief effect hebben op die hele samenleving. Ikzelf ben er trots op dat van de 12 managementposities bij Fernandez Bottling Company, 8 door vrouwen worden ingevuld. Dus dat geeft aan hoe belangrijk vrouwen worden, en dat weten we al de hele tijd, in die economie en in die samenleving. Nou, dit project, daar voelen wij ons goed bij thuis, wij ondersteunen dat. En natuurlijk is het altijd prachtig als je geld van de Coca-Cola Company kan gebruiken in je eigen land. Het land waar wij ons geld maken en wonen en werken. Het is een mooi moment voor ons ook. Brian Renten, directeur van Fernandez Bottling. Hij sprak vanmorgen na de lancering van het project Sustainable Entrepreneurship Education Program. Dit project is door Coca-Cola Foundation gefinancierd en start op 21 augustus en zal 5 maanden duren. De lancering is de trainingszaal van Fernandez plaatsgevonden.